Meneertje Jodokus Kwartst. Nou, Rijka die zit daar alweer. En Eowyn, nou ja, die zit achter de bank. Ja, die zit achter de bank met kopje er net boven. Dus ja, alles is lekker binnen. Eowyn komt er toch nooit uit in de winterperiode. Ah, lekker, daar zit tijd in de gat. Koolraad. Nou ja, dat is dus... Oh, dat is er wel een prijs op. Woepie, waarom doen ze dat dan niet daarop? Oh, je hebt hier ook recepten erbij. Ook altijd leuk. Met zalm. Nou ja, oké. Ook hier recepten erbij. Maar deze kost 1,99. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Het is alweer 11 minuten over 3. En de diertjes zijn binnen. Het stormt niet meer, maar het regent des te meer. Ja. Ik kreeg nog kribbel ook. Dennis is dus voorbij. Het zal me wel wat waaien, maar... In ieder geval niet zoveel meer. Ik hoor niks meer. Dan alleen nog maar de regen die we horen en kunnen zien. Ik moet tussen 5 en 6 weer bij de firma wezen voor een Too Good To Go. Ja, die gaan we weer even ophalen. En dan gaan we die samen weer even uitpakken. Dus ik zie er weer helemaal naar uit. Ja. Nou, mijn haar is dus weer mooi donkerder paars geworden. Is niet meer zo licht. Enkel, ik vind het hier zo plat, maar ik weet het ook niet hoor. Ik heb het goed gedaan, maar het wil niet. Het komt omdat ik te lang haar weer krijg bovenop. Ik heb er niks mee geworden. Dan moet ik eigenlijk weer naar de kapper, maar daar heb ik het geld nog niet voor. Nee. Dat heb ik pech. Ja, en nou, ik probeer me netjes eruit te laten zien. En ik hoop dat het toch wel weer geslaagd is, toch? Ja. Kandolf is net weer binnen, die drijft door nat, die zit zijn eigen te wassen. Meneertje Jodokus Kwartst. Nou, Rijka die zit daar alweer. En Eowyn, nou ja, die zit achter de bank. Ja, die zit achter de bank met kopje er net boven. Dus ja, alles is lekker binnen. Eowyn komt er toch nooit uit in de winterperiode. Wanneer het zomer weer is en de deur weer open staat, gaat ze naar buiten. Maar ze komt niet over de schutting heen. Ze klimt er niet overheen, want alles wat er aan de andere kant van de schutting is, daar is zij bang van. Ja, dat hoeft voor haar niet. Nou, daar ben ik blij om, want ze is er ook te oud voor. Om dat nog, denk ik, te leren allemaal. Ze loopt tegen de 15e jaar op. In augustus wordt ze 15, dus ja... Want daar heet die klojo. Ja. Die kan ik niet uitstaan. Dat is die lui van die herdershond, dat die herder vroeg en aan die slipketting ophangt. Maar ik heb nagevraagd, die slipketting mag hier weer wel. Oké, nou ja. Maar moet je hem er zo strak ophangen? Moet je het een beetje zo wat wurgen? En moet je het een beetje slaan überhaupt? Nou nee. Niet omdat het even piept. Waarom? Beestje die dat niet naast hem, dus daarvoor hoefde hij geen tik te hebben. Hij piepte en daar krijgt hij een tik, ja. En dat midden op straat, midden op de weg waar auto's kunnen rijden. Dat doe je niet. Nee, ik vind het laag bij de grond, weet je. Maar ja, wie ben ik? Ik ben ook maar een mens met gevoelens, ja. Net als een dier. Een dier heeft ook gevoelens. Doe niet in houd bij je eigen. Ja, en dat is... Die vrouw die gooit wat weg. Ze hebben zo maar niet een hond bij hun. Tjoh. De ene loopt zo, de andere loopt zo. En ze zien er niet uit. Maar ja. Breek mijn wek niet open. Ha, nee. Ik bedoel, als je dik bent, kun je ook fatsoenlijk kleden. Dat het wel netjes eruit ziet. Als je een legging aan hebt, als je dik bent, als vrouw zijnde, doe er dan iets langs eroverheen. En ook wijdvallend,
wat afkleed, zo zwart of zwart met wit of wat dan ook. Ik ben afgevallen, maar ik heb nog steeds die buik, weet je. Ik heb ook kleding aan, dat kleedt af en ik heb lang over een legging, lang over een broek heen, hekkenlange trui aan of wat dan ook. Het moet lang zijn en het moet een beetje wijdvallend zijn. Bemoei jij er niet mee? Er is weer wat gebeurd hier in de dag. Even kijken. Wat zal er gebeurd zijn? 15-jarige jongen? Ah, een 15-jarige jongen die dacht een smartphone te kunnen kopen op straat. Werd in de Puntje-Puntje-straat bedreigd en met geweld beroofd. Door meerdere daders. Hij raakte niet gewond. Dit gebeurde zaterdagmiddag tussen 15 uur en 15 uur 20. Nee, lekker dan. Ja, de straat die noem ik niet op. Nee, doen we niet aan mee. Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie dag op jullie manier. Het zal bij jullie ook allemaal regenen. Misschien dat bij jullie nu... Dennis aanwezig is, hier is hij al voorbij. Daar ben ik blij om. En dan kennen we ons eerdaags. Ja, we krijgen ook nog opklaringen, dus ik hoop dat dat ook nog gaat gebeuren. Ik ga even een bakje koffie maken. En ik hoop dat als mijn koffie op is, dat het dan in ieder geval droger wordt. Zodat ik even met Rijka een loopie kan doen. Want ja, de tijd houdt geen schaften. Nee, die gaat door. Het is 17 minuten over 3. En tussen 5 is dus, moet ik bij de FOMA zijn. Ja. Dus ik zeg nou, lieve vrienden, geniet van alles. En tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ik heb 2 dingen binnen het uur gedaan. Ja, ik moest tussen 5 en 6. Bij de FOMA wezen, de bekende tas op te halen van Too Good To Go. En ik heb onze Rijka uitgelaten. Ja, dat heeft mijn 2 jassen gekost. Die hangen nu te drogen. En dan misschien broek hangt te drogen. Het tuigje van ons hangt te drogen. Allemaal in de gang. Allemaal drijfdoor nat. Nou ja, misschien broek niet, maar de jassen wel en het tuigje. Maar ja, dat hangt allemaal te drogen. Zelfs het tuigje hangt niet aan de kapstok, dat hangt aan het postmandje. Ja, anders kan het niet droog ontvangen. En ook 2 jassen helemaal wagenwijd uit elkaar, dat het goed drogen kan. Dus ja, ik ga nou even eerst mijn vest uitdoen, want ik heb dat eens een keertje warm. Mag ook in de kroon. Over 10 minuten heb ik het weer koud. Ja, meestal zo. Zo. Zo, even goed zitten. Nou, ze hebben er nou een knoop erop gedaan, dus die gaan we er eerst even uit zien te vogelen. Waarom, ja. Zo. En dan zetten we hem weer terug. Nou, en dan hebben we hier eerst een zak met Japanse roerbak groenten met kastanje en champignons. Lekker! Maar, oké, gewoon lekker roerbakken en dat hoef je niet, dus kun je ook nog gewoon door je aardappelen heen doen of wat dan ook. Je hoeft niet specifiek bami of nasi te maken hoor, nee. Maar er staat weer eens een keer geen prijs op, maar het is 400 gram. Dus ik zou zeggen, zoek het op. Want ik zie tot op heden geen prijs. Wel een code, maar dit komt weer uit de koeler en dan staat het weer eronder op. Daar is 1. Nog een zak. Ah, lekker, daar zit tijd in de gat. Koolraad. Nou ja, dat is dus... Oh, daar staat wel een prijs op. Woepie, waarom doen ze dat dan niet daarop? Oh, je hebt hier ook recepten erbij. Ook altijd leuk. Met zalm. Nou ja, oké. Ook hier recepten bij. Maar deze kost 1,99. Dus die moet je even opzoeken. De Japanse roerbakgroenten met kastanje en champignons. Die zoek je maar even op. En dan de koolraap is 1,99. Oeh, lekker vleeswaren.
Oeh, wat ik normaal nooit zou kopen, omdat het mij te duur is. Ja, wat wil je? 2,96. Gebakken Ierse biefstuk. Lekker, lekker, lekker. En nog een keer vleeswaren. Moet ik even zien, dat zijn we. Lijken er wel 2-3 schaaltjes. Zo dik is dat schaaltje. Nou ja, dat is peper-rosbief voor het van 2,17. Ja, lekker. En ik vind nog wat. Komt goed uit, want ik moest eigenlijk wel weer een vleeswaren. Shawarma-rollade. 1,82. Koop ik ook nooit. Maar ik koop altijd de goedkoopste die er zijn. Oh, weer een stukje vis. Salmfilet weer op huid. Nou, die huid haal ik eraf. Want dat vind ik niet lekker. 4,59. Tjokme, jongen. Uit de tas is lichter dan normaal, hoor. Dat wel. Optimaal. Nou, zolang er maar wat in zit wat ik lus. Vanille, ja, ik lust vanille. 0% vet, dat moet ik hebben. Magere kwark met magere yoghurt en vanille. En die kost normaal 1,75. Nou, toppie, want er staat nog een toetje, dat moet ik aan de dieren geven, want dat lust ik weer niet. Daar zit kiwi in, daar zit banaan in. En er zat nog iets in wat ik ook niet lust. Dus ja, dat gaat aan de dieren. En Rijka had nog een klein beetje van die melk troep, wat ik ook niet lustte. Nou ja, ik heb betaald 3,99, dus zeg maar 4 euro. En dit is bijna 4,50. Dus één pakje, dus die zit er al overheen, hè? Dus het komt wel weer uit. Nou, hartstikke bedankt. Ja, anders was het weggegooid. Zonde. Ja, toch? Ja. Ik ben nog niet aan het renderen toegekomen, want ik zat vanmiddag lekker even, al vanouds, lekker even televisie te kijken. Naar een jeugdserie, tenminste een jeugdfilm, van een meisje die leukemie kreeg en die het dus niet haalde. Nou ja, dat is leerzaam iets voor kinderen. Ook waar dat meisje dus op school zat. Het was maar een spel, hè. Het was een film, dus. Het is nagespeeld. Ja, en dat meisje is dus ook in die film. Dat meisje van die film is niet echt dood, maar in het echte leven is dat wel dood gegaan. Nou ja, oké. Er is niks aan het doen. Ik ga de boel hier even opruimen. Ik heb mijn pakketje weer binnen. En dan, lekker vleeswaartjes. Ja, ik weet het anders. Ja, toch? Ja. Dus ik ga dat even, ik kan morgen raapjes klaarmaken. Ik heb niets te eten voor zo'n hele week. Dat gaat in de vriezer. De vis gaat in de vriezer, want ik heb pas vis gehad, moet niet weer vis. Komt wel, maar oké. Ik heb lekker koffie staan. En ik weet niet eens hoe laat het is. 18 uur, precies 6 uur nou. Nou, kijk eens aan, ik al gevlogd en al. Dus 3 dingen. In 1 uur. Boepie. Doei allemaal. Tot vanavond later. En smakelijk eten. Ja, mijn haar zit weer voor geen meter. Maar ja, dat heb je als je door de storm weer buiten bent geweest. Ja, al is dat wel weer enige tijd geleden. Ja, dat was zo'n 3:15. Dus bijna een uur geleden. We gaan nu naar het bedje toe. Hé? Ja, nou dames. Ja, de heer is al boven, alleen nog bij dames nog niet. Nee. Maar ja, ik had het druk op Facebook. Daar werd ik weer van alle kanten getrokken. Daar was het aan de hand, daar was het aan de hand. Dus ja, wie veel groepen heeft, die moet het toch bijhouden. En dat ben ik, zei de gek. Ja, ik het zat nou eenmaal. Oké, Astrid helpt, maar die doet overdag. En ik doe het in de avond en de halve nacht. Maar in het geval dat ik dus later ben om naar bed toe te gaan, dan de meeste normale mensen, en daarvoor moet je gek zijn, en dat ben ik. Ja, niks aan te doen hoor. Nu, het is groedig gek. Ja. Hé, Ewing, houd je goed gek, hè? Ja.
Oh ja? Oh, nou dan weten we dat ook weer. Ze zeggen, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En tot over een aantal uurtjes. Vandaag komt Rebecca weer. Het is maandag, dus ja. Dat doen we straks verder allemaal wel weer. Ik zou zeggen, tot later.